We zijn aangekomen bij deel 2 van e-learning 2. Wat gaan we doen in deze e-learning? We gaan een textured lob gaan we knippen. Het wil dus zeggen een lange bob met textuur erin, dat er wat beweging in het haar zit. Dit zien we ook wel wat in het modebeeld hoor. Er zijn toch steeds meer dames die van het lange haar afstappen en die naar die lob toe gaan. Nou, ik begin dus met de kniptechniek. We gaan het eerst afdelen, we gaan het knippen en daarna gaan we op een hele leuke, snelle manier highlights erin zetten. Die sun-touched highlights, maar dat komt pas in het tweede gedeelte. Nou, ik begin dus met de afdeling en als eerste wil ik de lengte gaan bepalen om vanuit daar pas de lagen erin te gaan maken. Nou, wanneer ik dus de lengte moet bepalen, dan wil ik dat niet laagje voor laagje, passeetje voor passeetje. Dat duurt me gewoon veel te lang. Ik heb dus in een paar passees heb ik dus die lengte nodig. Nou, ik ga het dan afdelen in 3 passees. Eerst het bovenste gedeelte, midden en aan de onderkant. Ik begin bij de inham, ook bij de klant en ook op de dolhead. En dan ga ik gewoon rondom ga ik daarheen. En dan eindig ik ook weer bij de inham aan de andere kant. Dan heb ik in één keer het hoefijzer, het bovenste gedeelte, heb ik dan afgedeeld. Nou, ik vind het anders zelf dan wel makkelijk om met mijn vinger zeg maar daar naar het punt te gaan waar ik met mijn kam heen wil. En op die manier kan je heel makkelijk je scheiding erin trekken. Oké, dit bovenste gedeelte, dat draai ik op. Dat klippen we even opzij. En dan vanuit daar ga ik naar het achterste gedeelte. Dus ik zal even draaien. Het is toch wel een afdeling die ik heel veel gebruik. Dus ik ga naar het achterhoofd. Ik splits hem in tweeën. Ik kam het haar al in de kant waar ik het uit wil hebben. Nou, bij je klant op het achterhoofdsbeentje een lijn maken. Maar die hebben we nu niet. Dus als ik mijn kam er tegenaan hou. Daar waar de kam de hoofd raakt. Daar heb ik dus mijn rechte lijn. Nou. Zo. Nou, ook dit voorste gedeelte, dat zet ik vast. Ik draai hem op. Klemmetje naar boven. Ik loop even voor het beeld langs. Aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Zo. Ook deze zet ik vast met je clipje. Zet je clipje omhoog, het haar valt altijd naar beneden. En dan is dit het eerste gedeelte die je gaat knippen. Nou, en daar moet ik iets over vertellen. Want we gaan namelijk werken met een rechte lijn aan de onderkant. Degenen die nog op school zitten of die zich altijd vasthouden aan de regels die je op school leert, dan wordt er altijd verteld, laat de klant naar beneden kijken. Nou, ik zelf persoonlijk ben daar niet mee eens, om de volgende reden. Als ik mijn klant naar beneden laat kijken, sommigen die hebben van die spieren die omhoog komen en sommige klanten hebben hele sterke kruinen. Als ik dan een rechte lijn knip, wanneer dat de klant naar beneden kijkt en ze kijkt daarna weer terug omhoog, dan heb je kans dat die lijn niet helemaal recht is, dat die een beetje wiebelig is. Ik zeg dus altijd, knip de klant, zodra je een rechte lijn moet knippen, knip die lijn met de stand van het hoofd rechtop. Laat je klant ook rechtop zitten. Zeg eventjes, leg die mobiele telefoon neer, want heel veel hebben toch wel dit, maar die moeten ze gewoon eventjes opzij leggen. En dan op ooghoogte, dus ik zit nu zelf op een krukje, nou in de salon kan je dat ook doen. Op ooghoogte ga je dan met de kamcontrole techniek ga je die rechte lijn knippen. Nou, ik zal het een klein beetje draaien. Dat op ooghoogte werken is heel erg belangrijk. Want wanneer ik hier sta en ik ga hier een lijn knippen, nou ja, dan weet ik niet of ik recht ben. Dus ik ga erbij zitten en dan zorg ik ervoor dat mijn ogen voor de lijn zitten. Dan vervolgens, de meeste klanten hebben dan toch wel die kruinen hier aan de zijkant. Dan pak ik de grove kant van mijn kam. Ik wil namelijk zo weinig mogelijk spanning op het haar hebben. Daarom ga ik ook niet met mijn vingers eraan lopen trekken. He, want die kruinpartijen die zitten dan toch wel vaak in de weg. Dus als ik heel veel spanning ga gebruiken, heb ik nog kans in het droge haar dat die lijn gaat wiebelen. Dus met een grove kant van mijn kam zet ik die erin. Daar. En dan aan de
onderkant, even kijken of het goed in beeld kan brengen. Dan mijn schaar gaat eronder. En dan op deze manier glij ik naar beneden. Nou, dan hou ik de onderkant aan van de dolhead als mijn richtlijn. En dan knip ik het middelste gedeelte knip ik af. Tuurlijk kijk ik straks het haar nog na wanneer het droog is. Maar op deze manier vind ik het makkelijkste, het snelste en het mooiste om een rechte lijn te knippen. Nou, dan vervolgens draai ik mijn dolhead. In de salon draai ik met mijn krukje natuurlijk om de klant heen. Maar dan doe ik weer hetzelfde. Dus mijn kam gaat er langs boven, gaat hij erin. Mijn schaar, even kijken of ik het goed in beeld heb, gaat eronder. Ik transporteer het naar beneden. En dan knip ik hem in een rechte lijn, knip ik hem af. Mijn lichaam gaat dus mee met de passé waar ik aan het knippen ben. En dat is heel belangrijk, want zou mijn lichaam op één plek blijven staan, dan projecteer je dat haar toch wat meer naar voren en dan krijg ik een diagonale lijn. En dat wil ik in dit geval wil ik dat niet. Dus ik ga verder. Dus mijn lichaam is nu er ook voor. Daar heb ik mijn gidsje. Daar sluit ik hem op aan en knip die rechte lijn. Sommigen van jullie pakken de passé vast met de vingers en die staan erboven en die gaan dan de passé naar zich toe halen en zo afknippen. Dan ben ik al met een gradatie bezig en dat wil ik ook niet. Ik wil echt die hele rechte lijn hebben. Nou, dan ga ik gelijk door naar het middelste gedeelte. Daar. Ik betrap me eigenlijk er zelf op dat ik af en toe vergeet te zeggen om op pauze te zetten. Maar voor jezelf, dat is het makkelijke met deze YouTube film. Als je naar die afdeling denkt, oh, die wil ik er eerst in maken. Zet hem dan zelf op pauze en dan kan je vandaag weer door. Want ik ben net even een pauzemomentje vergeten in te lassen. Maar dan zien jullie dat ik met een hele brede passé werk. Wanneer iemand je het kappersvak leert, die zal zeggen dat je een centimetertje af moet delen en op die manier bouw je je boblijn, bouw je dan op. Net wat ik zeg, ik moet een hele coupe knippen in een half uur. Het is echt niet nodig om dan elk passeetje in een 1 centimeter af te delen. Ik wil zo snel mogelijk bij mijn eindresultaat komen. En voor mij is het altijd heel erg belangrijk, zodra ik mijn gidslijn er goed doorheen zie, dan maakt het niet uit of ik nou daadwerkelijk een afdeling heb van 5 centimeter. Echt niet. Zolang je hieronder je passé maar goed kan hanteren. Dus stel je voor, je klant heeft heel dik haar, dan zou je een extra passé kunnen nemen. Maar bij de meeste mensen is het wel zo met lange haar. Ze hebben veel haar aan de hoofdhuid. En hoe lager dat ik kom, hoe dunner dat het haar wordt. En dat zie je hier ook bij deze dolhead, zie je dat heel goed. Nou, dan ga ik op exact dezelfde manier ga ik door. Ik ga weer zitten. Ik maak het haar een klein beetje vochtig. Zo. Ik zit er weer voor. Dan met de grove tanden doe ik weer de kamcontrole techniek. Dus mijn kam gaat erin. Ik transporteer hem mee naar beneden. En dan recht boven op mijn andere lijn zet ik mijn tweede knip. Dus die valt er recht bovenop. Nou, dan draai ik nu de dolhead. En dan ga ik weer hetzelfde door. Een beetje vochtig maken, want hij is alweer aan het drogen. Daar. Dus ik ga naar beneden. Transporteer hem naar beneden. En stel je voor dat je klant nu een lop wil die net over de schouders valt. Kijk, die dolhead heeft geen schouders, dus dat gaat allemaal prima. Maar stel je voor dat je net zo'n lengte hebt over de schouders, want dat valt ook nog onder een lop. Dan kan je het beste een passé mee achter de schouder nemen. En dan vervolgens neem je een plukje mee voor de schouder. En dan knip je hem daar af, dat je toch zeker weet dat je in die rechte lijn zit. Dus ik ga nu gewoon door. Daar. En als ik dan aan de voorkant kom, kijk, ik draai mijn dolhead zodat ik het allemaal voor jullie wel goed in beeld heb. Dan blijf ik voor de passé zitten. Ik ga er echt mee, want ik wil een ronde lijn willen creëren. Maar dan tik ik met mijn schaar boven het oor
om een klein beetje extra lengte te genereren. En ik sluit hem aan. Daar. Zo. Want bij een echte klant, het oor wippert het haar altijd een beetje omhoog. En ik wil toch in die rechte lijn aan de onderkant wil ik wel eindigen. Nou, aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Dus ik draai mijn dolhead. Als jullie thuis met een tafelstandaard werken, draait dan ook gewoon de dolhead op je standaard. Dat je lichaam er echt wel voor zit. Nou, ik blijf doorgaan met mijn kamcontrole techniek. En dan in 3 passées kan ik echt wel een boblijn knippen. En tuurlijk kijk ik hem na in het droge haar. Dan laat ik echt nog wel eventjes mijn klant naar beneden kijken. Dat er geen piekjes onderuit komen. Maar ik vind het altijd het allerbelangrijkste dat hij in droog haar recht is. En dan is op deze manier is het gewoon het snelste te verkrijgen. Nou, dan gaan we naar de bovenkant. En als we dan de bovenkant uit gaan kammen. Eventjes draaien. Zo. Hup. Dan zoek ik bij de klant de natuurlijke valling op. Dus ik kam het naar achteren. Ik duw het terug naar voren. Nou ja, hij valt hier op de dolhead, valt hier een beetje zo in het midden. Kijk. En dan zijn het nog wat laatste dunne piekjes voor mij die ik eraf moet halen. Ik blijf op mijn ooghoogte blijf ik werken. De stand van het hoofd van de klant blijft rechtop. En dat is het enige wat je eigenlijk moet controleren in de salon. Dat de stand van het hoofd van de klant rechtop blijft. Want ken je van die klanten in de salon dat je aan het knippen bent en je bent aan het praten. Dat die klant dan zo omkijkt naar je. En dat ik dan denk, hup, hoofd recht, of dat je aan één kant aan het kammen bent, dat er hoofd mee gaat, of aan de andere kant. Zorg er alleen maar voor bij deze kniplijn dat het hoofd recht is. Dit is het laatste wat ik ga doen. Ik blijf doorgaan met de kamcontrole techniek. Alles wordt op één lengtelijn, wordt geknipt. Ik werk vanuit de natuurlijke valling. Het zijn met 3 passées, is het makkelijk om dit te verwezenlijken. Nou, we hebben natuurlijk de gelaagdheid aan de voorkant. Hebben we er nog in zitten van de vorige coupe. Maar dat is helemaal geen probleem. Dit is ook gewoon de realiteit. Want dat gebeurt ook bij klanten bij je in de salon. Zo. Daar. Oké. Dus die lijn hebben we erin zitten. Dan zou ik vanuit hier, zou ik dan zeggen, zet hem op pauzemoment. Dat je dus in 3 passées, 3 afdelingen, dat je dan de lijnen in gaat knippen. Zorg er echt voor dat je op ooghoogte bent. En zorg er ook echt voor dat de stand van de dolhead rechtop is. Vanuit daar gaan we beginnen met de textuur aanbrengen. Jullie hebben dus nu allemaal de onderste 1 lengtelijn erin geknipt. En vanuit hier gaan we dus lagen aanbrengen. Ik heb er een tekeningetje heb ik erbij gedaan. Dus ik ga het zo dadelijk iets verder uitleggen. Maar eerst gaan we het haar weer afdelen. En wat we gaan doen is gewoon terug naar de eerste afdeling die we erin hebben gemaakt. Dus wat ik al zei, je begint bij de inham. Hup, je draait hem in 1 keer door. En het voordeel is ook van mijn kammetje. Zien jullie hier een tandje? Iets korter. Even kijken of ik het goed in beeld kan halen. Daar. Het voordeel is dat ik dan heel snel scheidingen kan trekken. En dan moet ik iets grappigs vertellen. Misschien hebben jullie mij ooit wel eens een keer op het podium gezien voor de Nederlandse haarmodellijn. En dit zijn dus mijn favoriete kammen. En toen kreeg ik dus later als commentaar dat het echt niet normaal was dat ik met kapotte kammen op het podium stond te werken. En toen dacht ik, kapotte kammen op het podium werken? Ik denk, nou ja, ik zorg altijd wel dat mijn materiaal netjes is. Maar ja, wat bedoelde die persoon nou? Dat er een tandje was afgebroken van mijn kam. Maar degene die met dezelfde kam werken, die weten dus dat dat niet afgebroken is. Dat het puur is om makkelijk je scheidingen erin te kunnen maken. Want ik wil natuurlijk zo snel mogelijk die afdeling wil ik erin hebben. En voor degene die dan vragen,
met welk merk kamwerk jij? Want ik krijg altijd best wel veel vragen met de producten waar ik over werk. Dit is van Icepak. Dus daar is een hele lijn van kammen van. En dan heb ik ze ook in het zwart en in het wit. Zodat ik met in het blonde haar of in het lichtere haar... vind ik het soms makkelijk, vooral met opknippen, dat ik met een donkere kam werk. Of in het donkere haar met de lichte kam, met een donkere kam in het licht haar. Zeg ik het zo goed? Nou, jullie snappen me wel. Oké, we gaan terug naar de afdeling. Ik ga er mee gooien. Alles valt gelukkig naar beneden. Dus we hebben de bovenkant, hoefijzer hebben we afgedeeld. Dan gaan we weer naar het achterhoofd. Ik voel even waar de neus zit, dat ik precies het achterhoofd te pakken heb. Daar, hup, opzij kammen, check het achterhoofdbeentje, daar zit een rechte lijn. En het voordeel is van deze manier van afdelen, is dat je deze passé ook in één keer kan pakken en ook het onderste. Dat het allemaal te hanteren is tussen je vingers. Dus ik zet dat vast. Aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Zo. Daar. Voordat jullie hem nu op pauze gaan zetten, wil ik eerst eventjes wat aan jullie uitleggen. Want, even zo erbij. Ik denk dat velen van jullie, want zelf is het mij ook al een paar keer overkomen, is dat je hebt een boblijn geknipt, je wil de gelaagdheid in gaan maken of een diagonale boblijn knippen en je bent bezig en je denkt in één keer, oh jee, een gat achter het oor. Hoe kan dat nou? Nou, ik ga dus uitleggen hoe dat je dat op deze manier het beste kan knippen en dat je niet dat gat krijgt. En als je dat gat krijgt met het knippen, dat je snapt waarom dat je dat gat krijgt. Oké, we hebben natuurlijk, jullie horen mij wel eens praten over een vaste gidslijn, over een reizende of een lopende gidslijn. Maar wat we nu gaan creëren is een rechte lijn. Even kijken of ik het goed in beeld kan brengen. Ik hou er even een boek bij, want dan kan ik een rechte lijn kan ik trekken. Als we straks het haar gaan nakijken, als je het naar je toe projecteert, dan wil ik eindigen in een rechte lijn. Oh, ik ben iets te breed gegaan. Daar. Kijk, dus dit is een foto van bovenop op het hoofd. En als we dan het haar in de tegenovergestelde richting gaan nakijken, wil ik dus die rechte lijn. Dan kan je dus zien dat je hier, dat de afstand van het haar tot je vaste of tot je gidslijn verder is dan in het midden. Degenen die een gat creëren, die zijn dit aan het maken. Ik doe het even met een andere kleur. En ik hoop zo dat ik het op deze manier goed aan jullie kan uitleggen, want dit is een fout die velen maken. Die zijn dan niet met die rechte gidslijn aan het werken, maar die werken met een lopende gidslijn. En dan creëer je een ronde vorm. Dan ben je dus die hoek ben je kwijt en dat is precies de hoek achter het oor. En die wil je ten alle tijde wil je die behouden. Dan zijn er ook nog die lange gaan, dat je zo'n dik matje krijgt. En die werken dan met deze lijn. Dat het dus langer wordt. Dit zijn degenen die alles projecteren naar een vaste gidslijn. Even kijken, hoe kan ik het nu het beste uitleggen? Stel je voor, je hoeken zijn langer, dan weet ik dat dit jouw lichaamspositie is en dat jij alle passés naar dat ene punt hebt geprojecteerd. Dan creëer je extra lengte. Wanneer je een ronde lijn creëert, als je die hoeken weghaalt, dan ben je aan het werken met een lopende gidslijn. Dan durf ik mijn hand in het vuur te steken dat dit je lichaamspositie was. Dat elke keer voor elke passé staat je lichaam en dan neem je dus je passé mee. Dan weet ik dat jij op de verkeerde plek staat. Je lichaam waar dat je staat is ook echt
echt bepalend voor je eindresultaat. Nu wil ik hier en daar je lichaam hebben. Dat je de passé loodrecht naar je toe trekt. Als jouw lichaamsplek correct is, weet ik ook zeker dat jij in een rechte lijn aan het werken bent. Ik hoop dat het zo goed duidelijk is voor iedereen. Dus hoe dat je dit nu moet gaan knippen. Kijk, bij een vaste gidslijn projecteer je al die passés naar één lijn. Met een ronde gidslijn neem je elke keer je vorige passé neem je mee. Maar wat je nu gaat doen is, je knipt deze als eerste. Ik breng het zo dadelijk allemaal goed in beeld hoor. Maar je knipt deze lijn als eerste, rechtstandig naar je toe. Dan je volgende passé, die projecteer je naar de vorige passé. Dus je neemt hem niet mee, je projecteert hem terug naar de vorige. Dan weer je volgende kniplijn, die neem je niet mee naar je eerste, hè, want dan ben ik weer extra lengte aan het creëren, maar die neem je mee terug naar je laatste. En zo ga je door. Dus je neemt elke keer de kniplijn die je gaat knippen, neem je mee naar je vorige, dus niet naar het midden. En op die manier creëer je dus je rechte lijn. Ik hoop zo dat dit voor iedereen duidelijk is, want hiermee voorkom je echt fouten in de salon. Want als je dat gat achter het oor geknipt hebt, nou ja, wat gaan we dan doen? Dan zeggen we tegen de klant, ik denk dat we toch iets korter gaan, want dan staat je net even iets beter. Maar het is gewoon het verdoezelen natuurlijk van je eigen foutje. Dus, dit schemaatje is belangrijk. Voor nu, op pauze, afdeling erin maken en vanuit daar gaan we echt daadwerkelijk knippen. Vanuit hier gaan we met z'n allen eerst de onderste passé gaan we knippen. Want als de onderkant niet correct is, dan ga je grijs verder door in je fouten aan de bovenkant. Nou, ik maak hem allereerst weer goed vochtig. Daar. Ik wil niets meer van de lengte hebben. Die heb ik natuurlijk bepaald. Die blijft zo. Dus, wat ga ik doen? Ik neem een passé op. Even kijken of ik het goed in beeld kan brengen. Ik neem in het midden mijn passé op. Even kijken. De stand van het hoofd blijft rechtop. Ik projecteer deze passé rechtstandig naar me toe. Ik zal ze even draaien, want jullie weten nu dat ik in het midden mijn passé heb opgenomen. Dus ik projecteer hem rechtstandig naar me toe. Ik kan dit ook alleen maar met de palm tot palm techniek kan ik dit knippen. Want nu is de stand van mijn vingers is heel erg belangrijk. En ik vind ook altijd de stand van je lichaam vind ik ook belangrijk. Dus wanneer ik zo ga knippen, oh jongens, moet je toch kijken. Ik bedoel, dat hou je niet vol. Dus het is echt belangrijk dat je met de palm tot palm techniek gaat knippen. Je palmen wijzen naar elkaar. Dus onderhands projecteer ik deze passé loodrecht uit de hoofd uit. Dan mijn vingers gaan in de hoek van 45 graden. Dit laat ik vallen, want ik wil van mijn buitenste lijn wil ik afblijven. Dan haal ik zomaar net dit kleine hoekje, dat haal ik eraf. Meer hoeft er niet af, want ik wil echt wel dat lopgevoel erin houden en ik wil alleen maar textuur aanbrengen. Nou, als ik die dan geknipt heb, dan ga ik door naar de volgende passé. Dus even draaien, dat jullie het kunnen zien. Dus dan neem ik een passeetje neem ik op. Dan mijn lichaam, hè, die staat. Oh, ik zal een klein beetje afstand nemen, want anders ben ik misschien een beetje onscherp. Mijn lichaam staat ervoor, want ik neem mijn vorige passé mee naar die passé daarvoor. Dan zie ik heel mooi daar mijn gidsje. En daar sluit ik hem op aan. Dan gaan we door naar de volgende en dan draai ik hem weer even. Want deze passé, die neem ik mee, niet naar het midden, naar mijn eerste passé. Nee, die neem ik weer mee terug naar mijn vorige passé. Mijn lichaam blijft hier achter. Mijn dolhead blijft hier staan. Dan kam ik alles weer loodrecht naar me toe. En dan met mijn vingers maak ik de hoek van 45 graden. Maak ik erin. Nou,
volgende passé. Kijk, en dan mijn lichaam gaat wel eventjes naar de zijkant dat ik zie wat voor passé dat ik opneem. Maar vervolgens ga ik terug. Ik neem een klein stapje, neem ik opzij. Maar ik blijf hier staan. Ik ga niet hier met mijn lichaam staan, want als ik dat doe, dan kan je passé loodrecht naar je toe. En dan ben je geheid de hoek kwijt achter het oor. Dus, daar. Dat gaat natuurlijk steeds minder af. Laatste passé erbij nemen. Daar gaat niets af. En dan denk je misschien wel, oh, maar dat is wel heel erg weinig wat ik er afhaal. Maar je zal zien, naar boven toe ga je die lijn doorzetten en haal je er meer af. Nog even voor de andere kant. Deze. En echt let erop. Het liefste zou ik voor jullie, als ik jullie training geef in de studio, een stip op de grond willen zetten. Dat je lichaam daar niet voorbij mag. Want zodra ik recht voor mijn passé sta, dan ben ik een ronde lijn aan het knippen. En dan creëer je dat gat achter het oor. Dus ik neem hem mee naar mijn vorige passé. Kijk, zie je daar? Heel mooi zie ik mijn gidsje. Ik hoop jullie ook. Zie ik het doorschijnen? Daar sluit ik hem mooi op aan. Volgende. Die neem ik weer mee terug naar mijn laatste passé. Dus niet naar het midden projecteren. Palm tot palm techniek. Zoek je gidslijn op. Daar is mijn gidslijn. Dat gaat er vanaf. Ik kijk even naar mijn scheiding. Niet te grove scheidingen opnemen, kleine passeetjes werken, goed doorkammen, loodrecht naar je toe kammen, met je vingers de hoek bepalen. Kijk, dan ga maar een klein puntje af en dan deze naar achteren en dan gaat haast niks af. Dan begin ik al met een opbouw van mijn textuur. Ik ben al gewicht, ben ik al weg aan het halen. Dus voor jullie nu, op pauze zetten en eerst de onderkant knippen. Als jullie dan jezelf hebben nagekeken, dan zal je zien dat je in een rechte lijn eindigt. Dat het een rechte lijn is waar ik in de tekening ook mee begonnen ben. Nou, als die correct is, dan gaan we door naar het volgende gedeelte. Dat halen we dus los. Ik maak het weer een beetje vochtig. Daar. Kijk, en het mooie van deze afdeling is nu dat ik deze passé in één keer in mijn vingers kan opnemen. Zo. Ik begin gewoon weer in het midden. Ik laat hem een klein beetje zakken, dat ik niet boven mijn macht aan het werken ben. Dat is voor jullie ook belangrijk. Want het is natuurlijk echt wel voor je lichaam, is het echt wel een belangrijk dingetje, hè? Dat je oplet in het kappersvak, dat je houding goed is, dat je niet elke keer naar de fysio hoeft om het allemaal los te laten masseren. Oké, ik neem een stukje van de onderkant neem ik mee. Zien jullie dat? Daar is mijn gidsje. Dus nu zien jullie, met aan de bovenkant aangekomen, haal ik er veel meer af. Ik zet mijn lijn van 45 graden, zet ik door. Dus ik projecteer hem loodrecht naar me toe. Ik zoek mijn gidslijn op van daaronder. En dan zet ik mijn lijn van 45 graden, zet ik door. Nou, als je bang bent om in je vingers te knippen, dan pak je hem gewoon een keertje. Pak je hem over. Daar. En dan gaan we een kopie maken van hetgene daaronder. Dus ik neem een passé op. Zorg ervoor dat hij smal is. Mijn lichaam staat ervoor. Ik projecteer hem loodrecht naar me toe. Ik zoek mijn gidslijn op. Wanneer ik mijn gidslijn niet zie, kijk, nu zie ik hem er heel mooi doorheen schijnen. Wanneer ik mijn gidslijn niet zie, dan is mijn passé te dik. Dus. Kijk, en dan heel mooi krijg je dat opbouw van
van gewicht. Volgende passé, je kan eventjes kijken naar de afdeling die je neemt. Maar hup, je lichaam gaat terug. Niet recht voor je passé gaan staan, want als ik hier ga staan, ja, dan sta ik in de camera. Maar dan ben ik een ronde lijn aan het creëren en dan creëer ik dat gat achter het oor. En dat willen we niet. Dus, projecteer er naartoe. Daar is mijn gids. Knip hem af in de hoek van 45 graden. En je zal zien hoe verder ik naar voren ga, hoe minder dat ik er afhaal. Want de afstand wordt steeds langer. Kijk, dus dan is het hier. Nog een klein puntje. Mijn lichaam gaat naar voren. Daar. Even goed kijken. Daar nog een verdwaalde haar. Ja. Hier. Mee naar achteren. Blijf met je lichaam erachter. Hou die denkbeeldige rechte lijn. Hou die in gedachten, dus niet naar het midden projecteren. En daar gaat er niks meer af. Oké. Okay. Zo. En dan aan de andere kant. Ik zet hem gelijk door. Als jullie willen, mag je hem nu op pauze zetten, dat je eerst één kant doet. En dat je denkt van nou, hè, eerst op het gemakje één kant en dan vervolgens door naar de andere kant. Maar ik zet mijn lijn nu door. Ik draai hem. Ik neem mijn passé mee naar mijn vorige passé. Kijk, en bij de klant moet je daar ook op letten. Hè? Als je gelijk bij die onderste passé een hele grote hoek weghaalt, dan eindig je veel te kort op het achterhoofd. Dus het is aan de onderkant maar een klein puntje, maar dan zet je echt die lijn van 45 graden, die zet je door. Volgende passé, dus die neem ik mee naar mijn vorige, dus niet naar het naar je laatste geknipte passé. Dus niet doorprojecteren helemaal naar het midden. Want dan ben ik wat zwaarte aan het creëren. Laat je lichaam erachter. En zo gaan we passeetje voor passeetje exact hetzelfde door als aan de andere kant. Degene die, nou ja, net zoals mij nu, al wat langer in het kappersvak zitten. Hoe lang zit ik eigenlijk al in het vak? Even nadenken hoor. Ik was 16 en ik woon nu 46. Oh, dat is toch al wel een jaartje op 30. Ik persoonlijk heb dit nooit op school geleerd. De palm tot palm techniek. Ik was altijd bovenhands. Was ik zo, hop, was ik aan het knippen. En ja, het is natuurlijk veel belastender voor je lichaam. Maar doordat ik met de palm tot palm techniek knip, kan ik zoveel exacter knippen. Omdat met mijn vingers is het veel makkelijker om de hoek te bepalen. Kijk, wil je daar meer van weten? Ik heb ook op mijn YouTube filmpje, heb ik ook de Code of Cutting heb ik staan. Die kan je ook altijd nog kijken, want daar leg ik ook altijd precies alle lijnen leg ik daar ook in uit. Dus, ik werk naar voren. Er gaat steeds minder af. Ik projecteer het naar achteren. Naar die rechte lijn die ik in gedachten heb. Nou, ik neem deze nog even mee om te checken. Maar nee, daar gaat niks meer af. Nou, kijk, nu kunnen jullie het ook zien. Ik heb geen gat achter het oor. Ik ben echt wel wat textuur ben ik er aan het inbrengen. En vanuit hier kunnen we mooi door naar de bovenkant. Dus nu wel voor jullie. Op pauze, beide kanten goed knippen. Check of je in een rechte lijn eindigt. En vanuit daar gaan we naar de bovenkant. Vanuit hier gaan we naar het laatste deel en dat is de bovenkant. We hebben die natuurlijk al in de vorige e-learning hebben we die wat korter gesneden. Maar een beetje vochtig maken. Bij je klant echt serieus een natuurlijke valling opzoeken. Nou ja, bij die dolhead is die een beetje zo in het midden. Daar. En dan pakken we hem gewoon weer op. Zo. En het is een exacte kopie wat we gedaan hebben bij de twee onderliggende partijen. Dus ik begin weer, even draaien, in het midden.
Zo. Projecteert hem rechtstandig naar me toe. Niet je passé lager of hoger houden. Nee, gewoon rechtstandig naar je toe. En je neemt dan weer een stukje mee van de onderpartij. Dat je die hoek van 45 graden, want daar zijn we aan het werk, dat je die doorzet. Dus ik heb die lijn van 45 graden heb ik in mijn gedachten. Die zet ik door van onderaf aan. En daarmee bouw ik een mooie lengte op naar boven. Volgende passé, die neem ik mee terug naar mijn laatst geknipte passé. Mijn lichaam blijft ook weer exact hetzelfde staan in deze coupe. Mijn vingers gaan mooi in die 45 graden. Oh, daar is mijn schaar. Oh, hier. 45 graden. En sluit hem mooi aan. Ik zie mijn gidslijn van onder. Ik zie mijn gidslijn van mijn vorige passé. Dus er kan niets misgaan. Dan ook weer hier. Niet naar het midden projecteren. Want dan krijg ik een zware toenemende lengte. En dat wil ik niet. Ik heb mijn gidslijnen hier. Allemaal mooi te pakken. De hoek gaat er hier mooi af. Zo. En zo werk ik ook weer mijn weg naar voren. Kijk, wat ik al aangaf. Als ik een afdeling moet maken, dan ga ik er even voor staan. Of ja, even naast staan. Maar daarna, wanneer ik echt ga knippen, dan gaat mijn lichaam direct terug. Nou, deze pak ik in één keer, want ik zag al dat ik net geen haar had om eraf te halen. Nee, dus die is oké. Okay. Kijk, en dan zie je deze lagen hier. Die zorgen ervoor dat je echt wel die textured lob krijgt. Dat er echt veel textuur in zit. Maar dat je echt een mooie volle onderkant overhoudt. En dat er geen gat achter het oor zit. Nou, deze kant weer exact hetzelfde. Het is gewoon een kopie. Van waar we doorgaan. Dus, scheidingje. Let er wel op dat je de passé loodrecht naar je toe kampt. Daar is mijn gids. Mijn vingers gaan in de hoek van 45 graden. En zo blijf ik doorgaan. Projecteer hem naar mijn laatst geknipte passé. Mijn lichaam blijft erachter. Zo. En ook nu weer. Nee, er komt geen haar meer vanaf. Dus dan heb ik mijn lijn heb ik te pakken. Zo. Daar. Dus nu weer een pauzemoment. Want deze kniptechniek is toch wel even, net even iets ingewikkelder dan van de eerste e-learning. Zet hem op pauze. Knip je lijn er helemaal in. Check jezelf of je constant op die rechte lijn eindigt. En als het goed is, zit je dan in dezelfde lengte en hetzelfde gevoel als mij. Misschien sommigen van jullie denken nu, ik moet het haar nog een beetje texture-wise. En Natasja, waarom doe je dat dan niet? Maar ik ga deze texture-wise in het droge haar. Dat ik precies daar kan zien of er nog een lijntje zit. Of daar waar ik hem dunner moet maken. Dus voor het texture-wise gaan we hem eerst even kleuren. Wat ik al zei, die sun-touched highlights. Nou, het is dus eigenlijk als er iemand op vakantie is geweest in de zon. Dan is de bovenkant altijd wat lichter. En de onderkant is het wat donkerder. Nu heb ik daar een hele leuke en snelle techniek heb ik daarvoor. Wat we gaan doen is we gaan folie zetten. Ook in een zonvorm bovenop. Met hele slides. Dus niet uitmazen. Nu wil ik dus bovenop wil ik een klein gedeelte hebben van Natura wat er nog zacht overheen valt. Dat je niet zo'n witte spot bovenop het hoofd krijgt. Dus ik neem bovenop het hoofd neem ik een rondje. En die deel ik af. Althans, die deel ik af. Die clip ik vast. Ik neem het zo even in beeld. En het is maar een klein rondje recht bovenop het hoofd.
Want vanuit daar ga ik dus al mijn folies ga ik plaatsen. Dus ik draai hem even op. Zo. Kijk, en laat ik hem even in beeld zien. Het is echt zo'n klein rondje wat ik doe afdelen. Nu gaan we daar omheen gaan we folies plaatsen. Hele slides. Maar de enige regel, en zo dadelijk als ik die folies ga zetten, dan wordt het wel duidelijk. De enige regel hierbij is dat je alle folies diagonaal plaatst. Want stel je voor dat ik een folie horizontaal plaats, dan krijg ik hier echt een panel. Dus je moet echt, ja, ik zeg ook wel eens met de molen van de wieken, zo moet je je folie gaan plaatsen. Dus hier komt die echt diagonaal, op het achterhoofd komt die diagonaal, op die manier gaan we hem rond. Nou, ik doe even mijn handschoenen aan. Nou, de producten die ik gebruik, maar zoals ik al aangaf, je mag met je eigen product werken. Maar ik gebruik van Kiss de Snow White samen met 9%. Die heb ik 1 op 2 heb ik die klaargemaakt. Ik heb mijn folietjes heb ik al klaar liggen. Allemaal dezelfde lengte. En mijn lange puntkam, want die werkt net eventjes wat sneller. Nou, ik heb mijn kleur dus al klaargemaakt. Zo. We gaan dus nu werken met de gewone folie. Ik heb nu geen transparante folie heb ik nodig. Nou, ik heb al massaal de vraag ontvangen. Natasja, hoe kom ik aan die transparante folie? Nou, hij was dus een tijdje uitverkocht. Want nou ja, door de corona hebben die fabrieken hebben ook allemaal stilgelegen die producten maken. Maar ze zijn nu zijn ze weer leverbaar. Ze zijn leverbaar bij Ministry of Beauty. Het telefoonnummer is 055-543-1111. Of je kan op de website kijken www.kisshaircare.nl. Maar misschien heeft het ook wel een groothandel bij jou in de buurt. Dat hoeft het niet per se hier te halen. Maar omdat ik zoveel vragen daarover krijg, nou ja, dan weet je dat ze daar verkrijgbaar zijn. En ze zijn in twee verschillende maten, kort en lang. Maar zoals ik aangaf, die hebben we nu niet nodig. Het belangrijkste bij deze techniek is dat je dus inderdaad diagonaal om je rondje heen gaat werken. Of je dan aan de voorkant of de achterkant begint, dat maakt niet uit. Ik begin nu aan de achterkant. Dus een diagonale scheiding. Ik werk net zo breed als dat mijn folie lang is. Zo, ik zal hem eventjes draaien, want dan kunnen jullie het goed zien. Daar. Kijk, dus daarvoor zit de neus. Dit is het achterhoofd. Dus dan weet ik dat ik sowieso een diagonale lijn op het achterhoofd heb. Dus als dit haar naar beneden valt, dan valt het heel diffused, valt het er heel mooi in. Nou, mijn passé is niet te dik, hij schijnt nog door met mijn handschoen. En dan vanuit daar zet ik een hele slide. Dus ik ga niet mazen, ik neem gewoon de hele passé, neem ik op. We gaan hem ook tot aan de aanzet gaan we hem kleuren. Dus ik zet mijn puntkam erachter, ik klap hem helemaal naar achteren. Dan klap ik hem weer naar voren, zodat mijn folie zo dicht mogelijk aan de aanzet zit. Nou ja, en dat hebben jullie ook al in de andere e-learnings van mij kunnen zien. Als ik een folie zet, ik gebruik eerst heel veel product in het midden om mijn folie vast te plakken. Dan vervolgens pak ik hem over. Ben ik nog goed in beeld? Ja, volgens mij wel. Leg ik mijn hand eronder. Daar. Nou, ik werk met dunne passeetjes. Dus ik weet zeker dat mijn blondeerder goed doorheen komt. Kijk, mijn folie is ook weer langer dan het haar zelf. Dat ik zeker weet dat ik geen vervuiling heb aan mijn aanzet. Nou, dan loop ik er nu eventjes omheen. Om het ook weer goed te laten zien. Stel je voor dat je folie gaat zakken. Ook nu weer. Hou met je vingers de buitenste zijde. Houd hem vast. En dan naar de aanzet toe. Licht uitwazen. Kijk, je hebt daar echt minder blondeer nodig. Dat is nieuw haar. Dat haar dat ligt veel makkelijker op. Daar. Dus met mijn vingers hou ik de folie vast. Met mijn kwast kan ik het haar naar beneden duwen. Dat de folie zo dicht mogelijk aan de aanzet komt. Nou, en dan vanuit hier kan ik weer een mooi envelopje kan ik er weer van vouwen. De schone kant van mijn folie. Die gaat erop. En dan vanuit hier, ja, kijk, je kan er ook voor kiezen om hem nog een keer extra dubbel te slaan. Maar voor mij is die zo prima.
daar hebben jullie waarschijnlijk allemaal je eigen dingetje in. Oké, dan heb ik de eerste heb ik erin zitten. Dan ga ik naar de volgende. En ik kan het haar eventjes naar beneden. Dan zie je echt dat deze mooi diagonaal, dat die erin zit. Maar dan de volgende. Kijk. Die neem je dan ook weer diagonaal, neem je die op. Je blijft je rondje in het midden, blijf je als gidsje, blijf je houden. En dan vervolgens hier plaats ik mijn tweede folie. Ook weer niet te dikke passé. Zorg ervoor dat die dun is. Niet uitmazen. Want zou ik hem uitmazen in deze techniek, dan is het eindresultaat heel sumier. Omdat er natuurlijk toch ook eigen haar tussendoor blijft schijnen. Dus mijn advies bij deze techniek is hele baantjes inzetten. Je klapt hem naar achteren, je klapt hem weer naar voren. De folie zit zo dicht mogelijk aan de aanzet. Grote hoeveelheid blondeer aanbrengen. Overpakken, hand eronder. Nou ja, en als we dan zo dadelijk alle folies erin hebben zitten, dan is het ook net alsof je de zon hebt gecreëerd met je folies. Let erop, blijf diagonaal werken. Even voor de camera weer langs. Weer naar de aanzet toe. Voorzichtig. Met wat minder blondeer kan ik het prima inzetten. Zo. Kijk, aan de buitenkant is nog een klein stukje is te over, want ik moet hem natuurlijk nog wel dicht kunnen vouwen. Even kijken, ja, het is allemaal wel goed in beeld. Kijk, zolang je aan de zijkant, achterkant en de voorkant, dat je maar niet recht eindigt, want je moet altijd denken, hoe plaats ik mijn kleur en hoe valt het haar in zijn natuurlijke valling naar beneden? En dan wil ik geen dikke witte streep hebben. Ik wil de diffuse blijven werken. Wat ik ook al aangaf in mijn andere e-learnings. Zodra je met diagonale lijnen gaat werken in het haar, dan zorg je altijd voor een zachtheid, voor een beweging van een kleur. Dus we gaan naar de volgende. Diagonaal plaats ik die. Even goed je scheiding erin maken. Hier. Kijk, dus even voor de duidelijkheid. Daar is de neus, daar is de achterkant. Deze lijn loopt diagonaal. En dan plaats ik gewoon weer heel mooi een fijne, complete slide plaats ik daarin. Dus ik werk als ware om mijn rondje werk ik heen. Nou, ik plaats er nog eentje voor jullie. En ik denk dan vanuit daar dat we hem even op pauze gaan zetten. Dat jullie dan zelf kunnen beginnen met de eerste folies. Oké. Kijk, hij schijnt mooi door mijn folie. Ik weet dat mijn passé niet te dik is. Grote hoeveelheid aanbrengen in het midden. Overpakken met je hand. Niet aan de folie trekken. Want je wilt in alle tijden dat hij echt wel daar mooi aan de aanzet blijft zitten. Gaat je folie glijden. Even draaien. Pak hem over. En zet hem in. Nou, en op die manier loop je je hele ronde loop je langs. Let er wel op, volg hetzelfde patroon als mij met je folies inzetten. Dat je ze niet elke keer terug hoeft te klappen. Dat er zo min mogelijk beweging in je folie zit. Want dat kan er ook weer voor zorgen dat je folie gaat lopen. Oké. Even er recht voor staan. Mijn folie is nog schoon. Ik klap hem dicht. Zo. Dus mijn folie aan de zijkant netjes tot een envelopje vouwen. Andere kant ook. Dit haar laten we naar beneden vallen. Kijk. Kijk, en dan kan je het al zien. Ik zal hem eventjes in beeld brengen. Dat die
elke folie die gaat rondom het rondje wat ik heb afgedeeld. En dan krijg je het gevoel van zonnestralen. En dat geeft je dus die sun touch highlights. En dat zie je straks ook in het eindresultaat. Maar voor nu op pauze. Ik ga ook door. En dan straks kunnen jullie precies zien hoe dat de folies geplaatst zijn. Ik heb hem er nu helemaal in zitten en ik hoop voor jullie dat ik het goed in beeld kan brengen. Kijk, ik heb het rondje, die afdeling waar ik mee ben begonnen. En daaromheen heb ik in 10 folies alle folies diagonaal gezet ten opzichte van de vorm van het hoofd. Dus ik zal even proberen, even kijken hoor. Dus dat kan je hier ook zien. Kijk, als hier het haar naar beneden valt, dan valt het in een zachte beweging. Ook aan de voorkant, hier zit de neus. Ook deze folies zijn allemaal diagonaal ingezet. Dus je hebt je rondje bovenop, je plaatst de diagonaal omheen. Nou ja, en als je dan een beetje zo vanaf boven kijkt, dan heb je ook een soort van een zonnetje heb je gecreëerd. Hele slide zetten. Dit mag trouwens ook op vochtig haar, dat heb ik nog niet gezegd. En nou ja, en dan van hier komt het weer. Weer geduld hebben. Ik laat hem een uurtje inwerken. We nemen een kopje koffie. Nou ja, ik ga nu even een broodje eten. En na dat uur, dan kom ik weer bij jullie terug. Dus ook voor jullie. Ga lekker eventjes wat doen als alle folies erin zitten. Let erop, allemaal diagonaal plaatsen. En in 10 folies heb je dan de complete bovenkant. Heb je helemaal in de kleur gezet. Tot straks. Hij heeft nu in totaal een uur gezeten. Dus ik haal de folies er nu allemaal uit. Dan ga ik het nawassen en daarna ga ik het tonen. En ik ga een hele mooie, maar toch ook wel speciale combi van toners ga ik gebruiken. Maar zoals ik al aangaf, eerst eventjes uitspoelen. Even nawassen. Zoals ik al ook in eerdere e-learnings aangaf. Is dit op een echt persoon, dan even het haar weer opvullen met de keratine. Dat de toner langer blijft zitten. Maar op je dollet, nogmaals, is dat niet nodig. Nou, ik was hem nu een keertje na. Voor jullie ook. Kijk, ik heb weer iemand die me helpt. Tyson helpt me weer om de kop vast te houden. Dat het haar allemaal mooi glad naar beneden valt. Want ja, wat ik al eerder aangaf, je wil geen knoopkot. Zo. Ik kom er niet aan uit meer aan mijn woorden. Knoop. Hoofd. Nee, doe maar opnieuw. Godnonde. Kan je dat knippen? Ergens? Of laten we hem er gewoon in? Dit is gewoon. Wat ik nu zeg. Ja, nou ja, een knoophoofd. Dat wilde ik zeggen. Oh. Ja, zo zie je maar. Er komen ook wel eens bloepers in voor. Maar ik was hem een keertje na. Ook voor jullie. En daarna dan gaan we hem tonen. Nou, ik kan nu al heel mooi. Die highlights, die poppen er echt uit. Kijk, straks als we hem mooi gefeund hebben en helemaal doorgekamd, dan wordt het mooi zichtbaar. Maar ik gaf wel aan, ik ga een hele aparte combi van tonen maken. Maar ik vind hem echt ontzettend, ontzettend mooi. Ik ga namelijk de 07T tabak met de 07V ga ik mengen. Dus een tabakkleur met een violetkleur, half om half. Op een 7 hoogte. Nou, die heb ik al klaargemaakt. Jullie mogen je eigen toners mag je klaarmaken. Je mag ook met je eigen kleuren mag je werken. Maar ik wil even laten zien hoe speciaal dat deze toner, hoe dat die is. Nou, gewoon weer makkelijk aanbrengen aan de wastafel. Normaal de inwerktijd van de soft shades van Kiss is 20 minuutjes. Maar ik ben op een kleurhoogte 7 ben ik bezig. Nou, hij zal dus nooit de kleurhoogte 7 worden, want hij neemt de kleur aan van de ondertoon. Maar met 10 minuten, dan spoel ik hem al uit. Ik geef hem niet de volledige 20 minuten. En zo. Nou, even goed doormasseren. En zoals ik al aangaf, ik geef hem nou op deze manier 10 minuutjes. Spoel ik hem uit en dan vanuit daar gaan we hem feunen en dan op het laatst nog texturizen. Maar dan kunnen jullie de kleur mooi naar boven zien komen. Dus op pauze nu, tonen met de kleur die je wilt of je volgt mij. Want er zijn ook nog de nodigen die zo'n thuispakket hebben aangeschaft die met dezelfde kleur als mij wilden werken. Dan pak je dus half om half, half 07T, half 07V met je
activator en die laat je dan 10 minuten inwerken. Tot zo! Ik heb hem dus getoond met de 07T en de 07V. En nu, ja, het haar is nog nat natuurlijk, als het droog is zien jullie het beter. Maar nu zien jullie al de hele mooie zachte kleurspeling die erin is gekomen. Want de 07V heeft het geelpigment onderdrukt, want dat is natuurlijk dat violet. En de T van de tabak, die heeft juist een beetje dat mauve, dat zachte achtige kleurtje, heeft hij eraan toegevoegd. Nou, een hele mooie combinatie om ook te gebruiken bij je in de salon. Maar vanuit hier gaan we hem feunen. Nou, we hebben natuurlijk de dollheads hebben we al een keer gedaan met de AirTouch balayage. We hebben nu die Suntouch highlights hebben we erin gezet. Dus die dollhead is al 2 keer, is die nu al geblondeerd. Dus het enige product wat ik gebruik is de Glam Shine. Het serum wat ook echt in het haar wordt opgenomen. Die het haar rustiger maakt. En nou ja, ook er zit prickly pear in. Dat extract die beschermt tegen de hitte van de föhn. Ik ga hem eerst mooi glad föhnen. Ik zal er daarna nog een steltangetje doorheen halen. En dan vanuit daar gaan we het haar texturizen. Want dat wil ik deze keer op droog haar wil ik dat laten zien. Dus ook voor jullie, gebruik je product. Ga hem even mooi in model föhnen. Doe echt wel het haar polijzen dat je het met de schubbelhaar mee naar beneden föhn. Dat je altijd je föhn erbovenop houdt. Niet... of althans van boven naar beneden blaas, in plaats van heel ruig tekeer te gaan. Want ik wil een zo mooi gepolijst, glanzend eindresultaat wil ik zo dadelijk zien. Maar voor nu, zet hem op pauze, ga lekker je dollhead föhnen en vanaf daar gaan we weer terug. Als het goed is, hebben we hem nu allemaal gefeund. En dan kan je al heel mooi de kleurspeling erin zien die we gemaakt hebben. Kijk, want als ik hem dan doorkam, dan zie je heel mooi het donkere nog eronder. Je ziet de highlights, die sunlights die we er hebben ingemaakt, die zie je er bovenuit komen. Dus het is echt in de bovenlaag. Dat je die verheldering krijgt. Maar door het diagonaal plaatsen krijg je dus geen panels, je krijgt geen banen. Zoals je kan zien, het loopt er heel mooi. Soft loopt het er doorheen. Ook aan deze kant. Kijk, echt een hele mooie zachte kleurplaatsing in het haar. En niet te vergeten met 10 folies. Hij zit er zo in. Denk ook om de toner, wat ik al aangaf. Iedereen mag hem met zijn eigen toner mag hij hem tonen. Maar ik vind op dit moment de 07V met de 07T van de Soft Shades vind ik echt super mooi. Nou, vanuit hier ga ik nog even een steltangetje er doorheen halen. Kijk, het is toch altijd nog wel de moeilijkheid op een dollhead om niet te klassiek te föhnen. Dus ik ga hem zo dadelijk met mijn steltang nog iets strakker trekken. En vanuit daar ga ik hem texturizen. Nou, de steltang is natuurlijk heet. Dus ik doe er nog een heel klein beetje Glam Shine doe ik erin. En vanuit daar ga ik mijn steltangetje er doorheen halen. Nou, als je nu je steltang er doorheen haalt. Wacht even hoor, dan werk ik dus met verticale passées en de pluk die ik wegsteek doet dat dan ook met een klemmetje zonder tanden. Want anders zou je misschien weer zo'n tandafdrukje erin kunnen krijgen. Nou, dan pak ik mijn steltang erbij en een kammetje. Even kijken of ik al op temperatuur ben, volgens mij wel. Dan laat ik de passée naar beneden vallen en ik raak het haar en ik ga gelijk... Ga ik naar beneden. Dus ik wil geen afdruk van mijn steltang wil ik in het haar willen krijgen. Kijk, ik kies er nu voor om hem wat gladder
in model te brengen. Maar ik heb natuurlijk al een paar keer een krultangtechniek laten zien. Dit kan je natuurlijk ook makkelijk met een krultang of iets, om iets meer die beweging erin te krijgen, kan je doen. Ik wil jullie zoveel mogelijk verschillende styling technieken wil ik ook meegeven. Plus vind ik ook voor nu, om te texturizen, is het voor mij het makkelijkste om in jullie een stijl haar te laten zien. Maar ook de kleurplaatsing kan je op deze manier ook heel mooi controleren, dat je nergens geen harde lijnen hebt gecreëerd. Dus voor nu, kijk, ik haal mijn stijltangetje, trek ik wat meer naar beneden. Daardoor krijg ik ook alweer meer dat lop moderne verhaal, als dat je hem helemaal klassiek naar binnen feunt. Dus ook voor jullie, zet hem nu op pauze. Even de stijltang er doorheen en vanuit daar gaan we texturizen. Nou, jullie zien zeer zeker het verschil wanneer er een stijltangetje doorheen is gegaan. Daarmee trek je hem net even wat rechter en haal je dat klassieke eraf. Maar ik ga nu iets in beeld brengen. Kijk, als je goed kijkt, zie je hier nog een lijn lopen. Dat komt natuurlijk omdat we het geknipt hebben. En je zou er natuurlijk voor kunnen kiezen om direct te gaan snijden. Maar ik heb een hele mooie texturize techniek of een inkniptechniek die ervoor zorgt dat die laagjes allemaal mooi in elkaar overblenden en dat we ook meer textuur kunnen aanbrengen. Ik neem een verticale passé op, ik zal het even van de zijkant laten zien. En deze techniek kan je alleen maar in droog haar kan je die doen. Dan gaat je schaar rechtstandig, gaat die erin. Dus wat ik doe, ik ga met de punt, ga ik mee. Dus ik ga niet met een hoek met mijn schaar in, echt rechtstandig ga ik erin. Je kan zien, mijn vingers hebben echt wel een afstand tot het uiteinde van het haar. En daarmee creëer ik een gebroken lijn. Dat is puur alleen om al die laagjes mooi in elkaar over te laten vloeien. Nou, ik zal eerst één stuk doen en dan laat ik jullie het verschil zien met de andere kant, want dit is echt een relatief snelle techniek. Dit kan ik ook niet met mijn koepschaar, dit kan ik alleen maar met mijn schaar. Kijk, en hoe dieper dat ik ga, hoe meer textuur dat ik aanbreng. Maar let erop, ten alle tijde je schaar rechtstandig in het haar. Want stel je voor dat ik er in een hoekje in ga, nou dan ben ik dus gewoon mijn gehele passé ben ik kwijt. Dus rechtstandig. Je ziet ook echt die hardere lijn, die zie je, die wil je doorbreken. En op deze manier heb je dat het snelste gedaan. Nou, eventjes kijken. Even zien hoor, want dan heb ik hier de spiegel erbij. Oh, hij wordt een klein beetje statisch. Maar, kijk. Even zien hoor, kan ik het goed zien? Ja. Zien jullie dit gedeelte? Hier? Dat vloeit al veel meer in elkaar over dan dit gedeelte. Dat is puur van het rechtstandig in te knippen. Nou, dit kunnen jullie doen aan de achterzijde. Maar dezelfde techniek ga ik ook hanteren. Daar waar ik denk, oh, daar mag meer beweging in. Daar is het wel heel zwaar. Dus ook hier aan de voorzijde. Ik ga diep met mijn schaar raken in. Maar ik volg wel de lijn. Nou, stel je nu voor, kijk, want ik pak hem rechtstandig omhoog. Stel je nu voor dat je denkt van ja, maar ik vind het toch nog wel eng dat ik wat haar weg doe knippen. Dan is er van deze techniek ook nog een verfijnderde manier. Zo, ik kom bijna niet meer uit mijn woorden, jongens. Oké, dan pak je een pluk vast, die spreid je. En dan sluit je je vingers. Zie je dat? Dan maak je een vuistje van je hand. En daardoor spreidt het haar nog iets meer uit. Dan heb je ook minder kans om het raak te knippen. Maar ik zelf vind het altijd het prettigste om hem recht te houden. Nou, zo ga ik dus de gehele kop, de zijkant, de achterkant, de bovenkant. Op deze manier maak ik er heel veel textuur in. Kijk, en we hebben hem nu wel glad gefeund. Maar zou ik het een beetje opkneden of met een diffuser of nog even met een ander krultangetje of met een productje erin doen. Dan kan ik er ook alweer meer textuur erin aanbrengen. Nou, dan is het hoe vaak doe je dit bij de klant. Ik vind altijd texturizen van het haar, dat moet je altijd zien. Dat moet je voelen. Misschien de volgende keer dat het niet nodig is of juist weer op een andere plek. Texturizen is kijken, daar waar het nodig is, daar haal je het weg. Nou, en op deze manier ga je gewoon heel je kop, ga je helemaal rond.
om hem helemaal te textualizen. Dus voor nu, zet hem op pauze, doe hem textualizen en daarna komen we samen nog heel eventjes terug. We hebben hem nu allemaal getextualized en nou ja, kijk dan voor de grijn eens eventjes, gewoon als je gaat kammen, wat voor kleurenspel dat je in het haar krijgt en dat maar met 10 folies. Maar zoals ik ook al eerder in het filmpje zei, let er echt op dat je diagonaal blijft werken. Dat je echt die zachtheid van kleur, dat je die erin krijgt. Nou ja, en nu kan je ook zien, we hebben die mooie lop hebben we gecreëerd. We hebben de gelaagdheid hebben we erin gemaakt. We hebben hem getextualized. En dan is het natuurlijk aan jezelf. Hoe breng je het haar in model? Nou, het enige wat ik nu nog doe, is de control, een styling cream, een heel klein beetje aanbrengen. Zodat ik die laagjes nog iets meer aan kan zetten. En dan zijn we weer te einde gekomen van e-learning 2.2. alweer. Ja, en dan volgende week, dan zal de laatste volgen. En nou, ik heb eerlijk besloten dat dat ook de echte allerlaatste wordt, want het is toch wel best wel tijdrovend. En ik heb ook gemerkt, de eerste e-learning was iedereen massaal aan het meedoen. De tweede e-learning wordt het alweer een klein beetje minder. En ik hoop gewoon dat ik jullie met fantastische technieken heb mogen inspireren en dat we gewoon ook weer snel open mogen. Dat we daar ook weer op kunnen focussen. Maar voor nu, dit was e-learning 2, de Texturize Bob met de Sunlight Sun Touched Highlights, ik moet het wel goed zeggen. En volgende week gaan we naar de Pixie Haircut en dan gaan we met een hele mooie spannende rode tint gaan we werken. Maar voor nu, succes allemaal!